is Veronica. Is Veronica. We love music. De Veronica Express. Is Veronica. De Veronica Express. Ja, daar zitten we nu in die trein. Misschien leuk om even een fluitsignaal te geven als start zijn ook. Ja. Dank u wel, conducteur Rob Stenders. Ja, alsjeblieft. Ja. Met liefde gedaan. Wat is dit voor een panfluitje? Ergens, wie heeft een nepfluit? Weet ik ook niet. Wie me heeft binnengesmokkeld. Daar zat hij. Ah, daar is hij. Conducteur Rob Stenders. En dan zou ik mezelf graag willen omdopen tot Martrijn Muis. Ja, dat is heel goed. Ja. Ja. De Veronica Express. Ja, Veronica heeft natuurlijk van oudsher wel iets met vervoersmiddelen. Maar ik dacht altijd dat het met een schip ging. Ja, nou ja, maar ik heb wel hetzelfde gevoel. Jij niet? Het gaat wel heen en weer. Het gaat behoorlijk heen en weer, ja. Dit is een zendschip. Een zendtrein. Ja, maar voor iedereen die het niet helemaal heeft meegekregen, waarom zitten we dan nu eigenlijk in een trein? Nou, het waarom moet je nooit vragen. Want dat zou ik echt niet weten. Het is toch een beetje voor de lol. Waarom niet eigenlijk? Ja, waarom niet? Dat is ook een goede. Ja, nou, we hebben een prachtige film ooit gezien over de Festival Express. Dat was vooral in Canada, een beetje Amerika. En daar zaten Janis Joplin en de band en zo. Die zaten daar allemaal en die musiceerden. En die hadden veel plezier ook met de mensen die af en toe eens binnenkwamen. Dan stapten ze uit en dan werd er een live concert gegeven. Ja. En dat is ergens in mijn achterhoofd gaan zitten van, nou, als dat ooit eens een keer kan. Nou, ze hebben later nog wel een editie gedaan, maar ik vond de eerste wat romantischer. Toen dacht ik, dan gaan wij dat toch doen. En nou ja, zie hier het bijna tastbare resultaat. Precies. Ja. Ja, en we shake, rattle and roll. Het crisscrossen door heel Nederland. We zijn volgens mij in de buurt van Zeeland. Of daar zijn we al, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ja. We gaan Danny Vera nog even ophalen. Sowieso zijn er al heel wat artiesten die in de coupé hiernaast zitten. Ja. En ook luisteraars niet te vergeten. Ja, het is heel leuk, want je ziet dat er ook wel een beetje door elkaar heen gaan. Je ziet artiesten met elkaar een beetje musiceren. Dat was de romantiek waar ik op hoopte. En er zitten inderdaad ook een hoop luisteraars. En, ja. Gaan we dadelijk ook maar eens even kennis maken. Heel goed. Ja, mocht je nou denken, ik ben echt ontzettend jaloers, waarom zit ik niet in die trein? Je kan het natuurlijk ook gewoon de hele dag volgen via de radio. En we hebben er ook wat camera's op gezet. Ja. Dus radioveronica.nl is in dat geval ook de place to be. Veronica, kom naar je toe deze vrijdag. Ja, zo is het. Caroline, we stoppen weer. En volgens mij ben jij ook artiest aan het ophalen. Nou, ik stap letterlijk nu de trein uit. En wie staat hier? Nou. De mannen van Voltage. Hallo. Kom aan boord. Het is echt supergezellig. Welkom aan boord van onze Love Train. Zo voelt het wel. Hey Dave. Hey, hallo. Je wordt uitgezwaaid door je vrouw, zie ik. Wat leuk. Met kind. Ik ken ze. Ja. Jongens, kom aan boord. We gaan het eens genieten, want het is druk op station. Zie je nou Martijn Meijs eruit gaan? Ja, die... Ga je er al uit? Ik ga eruit. Woon jij hier? Bijna. Oké, goed. Ja. Bedankt Martijn, was gezellig. Niet alleen Voltage stapt in, Rob, er stappen ook luisteraars in. En het is... een bizar fenomeen, want ze staan hier natuurlijk allemaal gele treinen, zoals we ze allemaal kennen, dubbeldekkers en alles. Ja. En dan komt hier die vintage trein binnenzetten met de Karel erop en de Veronica Express. Ja. En je ziet mensen toch kijken, wat is dit, joh? Wat is dit? Ja, alleen al vanwege het schitterende uiterlijk van de trein zelf. Ja. Je ziet allemaal mensen foto's maken, soms stappen ze ook gewoon in, denken ze, er staat wel op de borden, do not board. Ja. Maar desalniettemin denken ze, nou, ik merk wel waar ik uitkom, ik stap er even in. Ja. Dus ja, het is romantiek ten top, hoor. Zijn er een paar mensen die zich afvragen of ze als luisteraar zijn er nog in kunnen stappen? Of zeg je, nee, dat ik zou willen zeggen dat het kon, maar de trein zit ramvol. Ja, helaas. Nou, volg het allemaal via radioveronica.nl. Dan kom je ons ook gewoon tegen. De muzikaalste trein van Nederland. Dit is de Veronica Express. Ondertussen is Caroline even door de trein aan het gaan. Want er zijn heel veel artiesten opgestapt, Caroline. En heel veel luisteraars opgestapt. Maar ja, opgestapt heeft ook een andere betekenis. Ze kunnen ook opgestapt. Wie zijn er allemaal nog? Iedereen is er nog, want er is helemaal niemand uitgestapt. Er zijn alleen maar meer mensen ingestapt. Dus de trein zit echt ramvol. Ik zie Donald Geelhoed hier staan. Die vraagt ook regelmatig een plaat aan. Die zag ik net ook gewoon in die trein stappen. Oh, jullie zijn ook ingestapt? Wij zijn in Arnhem ingestapt. Jullie zijn in Arnhem ingestapt. En heb je een verzoekje? Stel dat je nog even, want je was laat. Moet je even nadenken, hè? Mag ik er even over nadenken? Ja, mag. Ja. En ik ga meteen... En heb jij een verzoekje? Plaatje van U2 is altijd goed. Een plaatje van U2 is altijd goed. Welkom in de trein, hè? De Veronica Express. Hey, hier zitten we. We zijn even uitgestapt, want we staan stil in Deventer. Dus iedereen is even een klein sigaretje roken en een beetje ademhappen en zo. En ik sta weer bij Mel en Nico en Tom van Vintage Future.
Is er nog iets wat jullie aan het eind willen doen waarvan je denkt, nou, dat deden we net met z'n allen? Nou, dat klonk lekker. Net was er wel een momentje, ook met Danny Vera, dat we Tennessee Whiskey... Stapleton, prachtig. Lijkt me best leuk. Ja. Leg de lat maar weer hoog, hè? Ja, ja. Ja, toch? Laten we het gaan doen. Ja, ja, ik vind het geweldig. Ja, toch, Rob? Dat lijkt mij een geweldige finale sessie tegen sessie. Ja, als dat kan. Hoor instemmende geluiden hier. Ja, grommende instemmende geluiden. Okay. Nou, het is heel druk op Ron Deventer en dat is allemaal onze trein. Oh, ja, verdomd. Ja, ik zie het ook. Ja. Nou, iedereen... Ding dong. Iedereen die nog wil instappen moet dat nu doen, want we gaan weer verder. De muzikaalste trein van Nederland. Dit is de Veronica Express. Veronica, kom naar je toe deze vrijdag. Ja, we hebben nog de trein top 10 te gaan. Wat een discipline vandaag. Top 10! Ja, ik heb al een bekend muziekje bij uitgezocht. Jullie hebben veel treinliedjes uitgezocht. Bedankt daarvoor. En we hebben een beetje zitten tellen. Het is half met de natte vinger, maar ook heel zo correct mogelijk. We hebben op nummer 10 Rock'n'Roll Train van AC/DC. Nummer 9 was Night Train van Guns N' Roses. Mocht ook James Brown zijn, want ja, sommige mensen sturen natuurlijk alleen Night Train in. Zou toen ook I've Got The Bullets kunnen zijn. Dan hebben we nog Take The Train van Duke Ellington. Zo waar, Dukey. Zo, dat is mooi. Sir Duke staat er ook nog in. 7 Locomotive Brass, Jethro Tull. 6 City To City, Jerry Rafferty. 5 The Last Train Home van diezelfde John Mayer. Op 4 Runaway Train, Soul Asylum nummer 3. Dat hebben we toch The Love Train gedeeld natuurlijk met de OJ's en Bell & Vita's Future. Ja, tuurlijk. Ja. Nummer 2, The Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en The Pips. Heb je het lijstje voor je? Want anders kan ik niet aan je vragen of je denkt, wat staat nummer 1 in? Ik heb een lijstje voor me, maar ik vind het ook helemaal een hele totaal terechte nummer 1. Ja, ja. We hebben hem vanmiddag al eerder gedraaid, maar hij is nummer 1 geworden. Dus we doen hem gewoon nog een keer. De nummer 1 in de trein top 10 door jullie zelf samengesteld. Long Train Run and Die, Doobie Brothers. In Nederland. We gaan zo meteen naar de studio in Hilversum. Daar zit voor het eerst Frank van der Lende. Hij heeft al een beetje geoefend, maar dat telde niet. Vanavond voor het eerst met de Veronica Anthems. En dan om 7 uur stappen wij uit. En dan gaan we gewoon nog veel meer live muziek aan. En mag ik 1 punt maken? 1 puntje. Hele dag getraind. Ja. In totaal 5 minuten vertraging. Serieus? Chapeau, toch? Dan moeten we er nu even op ons gemak over doen voordat we... Nee? Hebben wij al contact met Frank eigenlijk in de studio des Hilversums? Dat zou op zich nog wel gaan. Ik durf het niet te zeggen, eerlijk gezegd. Hoi. Dan is dit een gepasseerd station hierbij. Veronica. Ook via DAB Plus, je smart speaker, de app en radioveronica.nl. We love music.